Elk bedrijf heeft wel een gebouw, een wagen, computers. Die vertegenwoordigen een bepaalde waarde voor het bedrijf. Daarnaast hebben bedrijven ook dikwijls andere zaken. Een sterke naam, een nieuw product, dergelijke zaken. Ook die vertegenwoordigen een bepaalde waarde voor het bedrijf. Elk bedrijf heeft zowel dergelijke zaken. En die vallen onder de immateriële zaken, de zogenaamde intellectuele eigendommen. Elk bedrijf geeft er zo, maar die beseffen dat niet altijd. Vandaar Agentschap Ondernemen heeft een instrument ontwikkeld om na te gaan welke intellectuele eigendomsrechten er zitten bij het bedrijf en hoe dat ze die beheren. Op basis daarvan gaan we een rapport opmaken waarin aanbevelingen en actiepunten staan waarmee het bedrijf dan zelf aan de slag kan. Het Enterprise Europe Netwerk is een initiatief van de Europese Commissie dat er vooral op gericht is om de kleinere bedrijven in Europa te helpen in hun internationaliseringsinspanningen en hun innovatieprocessen, vooral dan met betrekking tot transnationaal samenwerken. De Europese Commissie heeft over heel de Europese Unie een netwerk van organisaties. In Vlaanderen worden deze activiteiten gecoördineerd door het Agentschap Ondernemen in samenwerking met het IWT. Wij vormen samen een consortium dat dus ook in contact staat met de verschillende partners in de 27 lidstaten en met enkele partners ook buiten Europa. Wij adviseren en sensibiliseren kleinere ondernemingen om de stap naar het buitenland te zetten, om partners te zoeken in het buitenland. De wereld is onze markt. Wij kunnen niet langer enkel en alleen hier binnen Vlaanderen opereren. Vaak vinden kleinere ondernemingen de weg alleen niet naar het buitenland. En via het netwerk dat wij hebben, kunnen wij onze bedrijven helpen om kwalitatieve contacten te vinden. In onze adviesfunctie en sensibiliseringsactiviteiten schenken wij ook ruime aandacht aan de problematiek van de intellectuele eigendommen. Zeker als men transnationaal gaat werken, als men buitenlandse partners contacteert om eventueel samen een partnerschap op te zetten, is het heel belangrijk dat onze bedrijven aandacht schenken aan deze problematiek. Het IWT, dat is het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie. En daar kan u terecht voor allerhande ondersteuning bij innovatie. U kan daarvoor terecht voor innovatieprojecten, als ook voor adviesverlening en begeleiding bij Europese projecten en ook bij technologietransfer. Wij worden daarin geholpen ook door de lokale innovatiecentra en door tal van leden die u vindt op het www.innovatienetwerk.be. U kan voor intellectuele eigendomsrechten terecht bij het IWT voor de kosten die gelinkt zijn aan het aanvragen van intellectuele eigendomsrechten, als ook voor verschillende activiteiten die u moet uitvoeren om goed intellectuele eigendomsrechten beheer te doen. Bijvoorbeeld het opzoeken op de IPR-databanken. Wij worden daarin geholpen door de lokale innovatiecentra, die u vindt op het genoemde netwerk. En wij kunnen u ook verwijzen naar ons patentboekje, dat eigenlijk een zeer goede gids is voor de innoverende KMO en die u een eerste zicht geeft op de intellectuele eigendomsrechten. Deze publicatie vindt u ook bij de IWT-publicaties op de IWT-website. Wanneer u als ondernemer ideeën hebt voor een nieuw product of een nieuwe dienst, dan kan u bij ons, bij het Innovatiecentrum, terecht. Wij gaan u helpen om dat idee uit te werken. Dat kan op een aantal verschillende manieren. Het aanvragen van subsidies bij het IWT. Wij helpen u bij het opstellen van zo'n aanvraagdossier. Het leggen van contacten richting onderzoeksinstellingen, dus het aantrekken van expertise om uw ontwikkeling tot realisatie te brengen, maar ook het hulp bij het beschermen van uw ontwikkeling. Ja. In eerste fase, waar dat intellectuele eigendom komt kijken bij uw innovatie, is het nagaan of dat uw idee wel nieuw is. Het innovatiecentrum kan u daarbij helpen. Wij gaan voor u kijken in octrooidatabanken enzovoort, of dat uw idee nieuw is. En natuurlijk, wanneer dat u uw innovatie tot een succes hebt gebracht, vindt u het natuurlijk belangrijk dat uw
nieuw product of een nieuwe dienst niet nagemaakt wordt. Ook daar gaan wij u helpen om na te gaan of dat uw nieuw product of een nieuwe dienst beschermd kan worden door octrooien, merken, modellen, het auteursrecht enzovoort. Onze dienstverlening is kosteloos, wordt gesubsidieerd vanuit de Vlaamse overheid en uiteraard werken wij onder een volledige confidentialiteit. De Belgische Dienst voor Intellectuele Eigendom is een onderdeel van de federale overheidsdienst Economie, Middenstand, KMO en Energie. De Belgische Dienst voor Intellectuele Eigendom is verantwoordelijk voor het beheer van de Belgische octrooien, als ook de Europese octrooien die in België gevalideerd worden. Daarnaast hebben we de Dienst voor Octrooi-informatie. De dienst is verantwoordelijk voor het uitvoeren van octrooiopzoekingen op vraag van de externe klanten. Daarnaast zijn we ook verantwoordelijk voor trainingen en sensibiliseringsacties binnen het Belgisch territorium. Klanten kunnen verder bij ons terecht voor algemene vragen over diverse vormen van intellectuele eigendomsrechten, zoals onder meer naast het octrooirecht ook de merken, modellen, het auteursrecht en het kwekersrecht. En verder kunnen ze op onze website, namelijk economie.ifhof.be, terecht voor verdere informatie. Goeiedag, ik ben Ingrid Mennens. En ik ben Tom Heermans. Wij zijn lid van de Benelux Vereniging voor het Merken- en Modellenrecht, BMM. Als u zich afvraagt, ja maar waar zijn die merken? Wel, merken zijn overal rondom ons. U ziet het, de merken zijn overal. Al deze ondernemingen hebben zich de moeite getroost om hun merk te beschermen. Zo zijn ze zeker dat niemand hun merk kan gebruiken voor concurrerende producten. Elke onderneming, ook kleine en middelgrote bedrijven uit Vlaanderen, hebben belang bij een goede bescherming van hun merken. Want ook zij worden vaak nagemaakt door concurrenten die niet de investering doen om zelf een naam te kiezen en te ontwikkelen. Bij de BMM-leden kan u terecht met al uw vragen voor professioneel advies. De merkengemachtigden zullen u bijstaan in de keuze welke naam of welk logo u het best als merk beschermt, voor welke waren of diensten het depot moet gelden en in welke landen u bescherming aanvraagt. Vraag naar het keurmerk, erkend BMM-gemachtigde, zo bent u zeker van de hoogste kwaliteit in dienstverlening. En als er geschillen ontstaan, kan u terecht bij advocaten gespecialiseerd in het merkenrecht. Ook zij zijn lid van onze vereniging en zullen u met raad en daad bijstaan in geval van geschillen. Onze vereniging telt ook bedrijfsjuristen die het merkenbeleid van de onderneming uitstippelen. Voor meer informatie en de contactadressen van de BMM-leden is er één adres: www.bmm.eu. Design Vlaanderen promoot Vlaamse vormgevers. Bedrijven hebben nu eenmaal nood aan goede ontwerpers en we helpen hen een strategie bepalen. En als er dan zo'n bedrijf op bezoek komt en met een designer wenst contact te nemen, zoeken we de meest geschikte designer bij het bedrijf. Als ze de contracten afsluiten, dan proberen wij hen zoveel mogelijk te informeren, beide partijen, om te letten op de intellectuele eigendom. Wat wij proberen te doen is aan de designers een goed contract te bezorgen. Design Vlaanderen biedt aan designers die ons advies komen vragen een kleine subsidie aan. Dat is één zaak. Een tweede zaak is dat als er dan toch een conflict ontstaat, kunnen wij een bemiddelaar aanduiden. En dus die bemiddelaar die plaatsen wij dan tussen beide partijen. We betalen daar ook een deel van de factuur. En dan hopen we maar, en meestal lukt dat wel, dat het conflict kan opgelost worden. Het is dus uiteraard vanzelfsprekend dat in de sector van design intellectuele eigendom altijd een belangrijk item zal blijven.